De regering heeft niet graag dat zorgmedewerkers het land verlaten. Daarom werkt ze eraan om deze groep te motiveren om haar krachten in Suriname te blijven geven. Dit zegt directeur Rakesh Gayadarsukul van Volksgezondheid. Hij reageert daarmee op de bewering van de voorzitter van de medische staf van het AZP, Jim Loor, dat de zorgsector aan het afbrokkelen is. Loor zei dat afgelopen maandag op basis van het vertrek van zorgmedewerkers en het tekort aan medische middelen. Gayadarsukul haalt aan dat de intentie is om iedereen die bereid is om in Suriname te blijven werken, de nodige stimulans te geven. En dat is onze intentie. En dat gaan we doen precies hoe het internationaal in principe gedaan wordt. No? We hoeven niet verder te kijken. We kunnen kijken naar de plekken van waar de meeste mensen met expertise naar ons land toe komen. En dat is meer Nederland. Amerika kan ook. No? We hebben nog meer voorbeelden, Caribisch gebied. En we moeten ervoor zorgen dat we inderdaad de verpleegkundigen die 1/10 van de salarissen eigenlijk verdienen hier in Suriname, als je vergelijkt met Europa. Maar dan moet je ook toegeven dat ons kostenpatroon ook anders uitziet als dat van andere landen. Toch? Dus wij moeten, laat ik kort houden, de overheid die is bereid om alle deskundigen te motiveren om te blijven in het land, om hun expertise in het land te laten gebruiken. Maar met de middelen die we hebben en we hebben daarom, ik denk dat de overheid daarom gezorgd heeft om alvast dat minimale dat men moet ontvangen, om die garant te stellen. Gayadarsukul erkent dat de gezondheidszorg met heel wat financiële prikkelen zit. Hij vraagt echter begrip voor de stappen die nu worden gezet om de groep te blijven motiveren. Daarnaast werkt het ministerie er ook aan om het tekort aan medische middelen in te lopen. Ten eerste, de verzekeringsmaatschappijen die hebben hun vergoedingssysteem, de ziekenhuizen. De instellingen die worden gevraagd om bedrijfsvoering toe te leiden waarbij onafhankelijkheid van subsidie bereikt wordt. Want uiteindelijk moet de samenleving kunnen dragen wat de samenleving wenst te gebruiken aan gezondheidszorg. Is toch waar? Ja. Wij gaan het op een of andere manier moeten oplossen. Kijk, voor nu zijn we afhankelijk van heel veel donaties en allerlei hulp die we nodig hebben acuut. Dus we kunnen er niet onderuit. Anders valt het hele systeem in elkaar. Dus we moeten dat accepteren met alle dank. Maar na een tijdje moeten we duurzaam, zelfstandig een beleid kunnen ontwikkelen. Zodat we alles wat wij graag willen bieden aan onze samenleving, dat kunnen bieden zonder kopzorgen. Ja. En als er een systeem moet komen waarbij de financiële instroom en uitstroom gegarandeerd is, dan moeten we werken aan dat evenwicht. De directeur van Volksgezondheid geeft aan dat het ministerie aandacht heeft voor alle problemen binnen de zorgsector. Hiervoor hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Er zijn voldoende internationale voorbeelden die naar eigen omstandigheden aangepast moeten worden.